Hoi allemaal, welkom bij alweer de vierde aflevering van SO2. Vandaag speelt SO thuis tegen RVVH. We spreken eerst met Sjaak Klerrings en daarna met Sander Fakkel. En natuurlijk hebben we daarna de man of the match. Dus wil jij weten wie dat wordt, blijf dan kijken. Ik sta hier nu naast Sjaak, lid van de kantinecommissie. In de vorige aflevering vertelde Bas Verbaas dat vrijwilligers heel erg belangrijk zijn voor een vereniging. U bent ook vrijwilliger. Hoe bent u hier terechtgekomen? Ik ben hier terechtgekomen omdat mijn zoon ging voetballen. Dat is ruim 10 jaar geleden. En ik zit in de kantinecommissie ongeveer zo'n jaar of 5, 6. Vindt u het belangrijk om een rol te spelen binnen een club als SO? Jazeker. Nou ja, mijn rol is niet zo belangrijk. Alhoewel, er moeten ook centjes binnenkomen. Dus ik sta vrijwilliger achter bar. En daarnaast doe ik de blokhut op zaterdag bij. Als SO thuis speelt, het eerste. En dat doe ik dan met Lisette. Dat is een medewerkster die het weliswaar niet vrijwillig doet. Maar toch ontzettend gemotiveerd is. En we verzinnen allerlei dingetjes om het gezelliger en leuker bij de blokken te maken. Dus vooral gezelligheid hoort er ook bij. Ja, zeker. En heeft u naast die drukke functie ook nog tijd om het eerste een beetje te volgen? Ik probeer wel zoveel mogelijk te kijken. En het eerste volg ik uiteraard. Sander, vorige week hebben jullie verloren van de koploper Portugal. Ik heb vernomen dat jullie de eerste helft best goed speelden. Hoe hebben jullie het uit handen kunnen geven? Ja, nee, dat klopt. We waren denk ik de eerste helft heer en meester. En hadden we gewoon op voorsprong moeten komen. En de tweede helft hebben we denk ik een slecht kwartier gehad na rust. Waarin we 1-0 achterkwamen. Ja, en toen misschien te gehaast op zoek waren naar 1-1. En daardoor ruimtes weggaven, slordig balverlies op de helft van de tegenstander. Ja, en dan is Portugal natuurlijk wel dodelijk effectief. Dus binnen een kwartier stond 3-0. Ja, en dan wordt het heel lastig. Knap hoe we het daarna weer hebben opgepakt, maar niet goed genoeg. En wat kan je hiervan leren? Wat zijn de leerpuntjes? Nou, heel veel. Ik denk dat we vooral zo door moeten gaan op wijze van voetballen. Maar als je aan het aanvallen bent, moet je ook aan verdedigen denken. Dat zeggen we heel vaak. En ik denk dat we dat een kwartier zijn vergeten. Dat is niet best natuurlijk. Nee. Hoe ga je dat nu aanpakken tegen RVVH? Je hebt vorig seizoen allebei de wedstrijden gewonnen van ze, als ik het goed heb. Yeah. Hoe ga je het dan nu aanpakken? Is het een makkelijke wedstrijd of denk je van pittig? Nee, ja, het wordt weer, zoals elke wedstrijd, een pittige wedstrijd vandaag. En RVVH heeft ook gewoon een goede ploeg met kwaliteiten. Alleen denk ik wel dat wij beter zijn dan RVVH. Alleen dat moeten we vandaag laten zien. Ja, dat moet nog maar blijken. Ja. De druk is best hoog hier op de Kikkerzoek, want jullie hebben vorig seizoen best goed seizoen gedraaid. Ja. Hoe ga je met de druk om? Of voel je iets van de druk? Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt, want ik vind wel dat de gedachte een beetje is veranderd de afgelopen jaren. En dit jaar wordt weer verwacht van SO dat SO wint. En ik denk dat dat het grootste compliment is wat we kunnen krijgen. Ja, en dat dat druk geeft, ja. We moeten wedstrijden winnen en dan is vandaag weer de eerste. Succes vandaag. En het applaus klinkt al vanaf de tribunes voor de spelers van RVVH links en SO rechts. En dit zijn de namen van de mannen van SO. Peter Konings, Andrew van Tichelen, Dennis Groosjohan, Danny Kerpel, Bob Bieson, Rodi Rijsdijk, Robin Winkels, Giovanni Brevaert, Kevin Angel, Mitch Fransen en de eerste keer basisplek voor Roy van der Plicht. De wind zou deze wedstrijd van grote invloed zijn. Strak over het veld, van rechts naar links voor de kijkers. Na 10 minuten een aanval hier van RVVH, maar die bal die gaat net over. In de omschakeling laat SO even een steekje vallen. De bal wordt door de wind gedragen, komt voor de voeten van RVVH-speler. En daar gaat hij in de goal. Peter Konings gepasseerd, 0-1 aan de Kikkerzoek. Niet veel later in de wedstrijd, wederom een aanval van RVVH. Met de wind in de rug dus, lekker die steekbal tussendoor. En deze speler wordt eventjes op de voeten getikt door Peter Konings, onze keeper. En gaat uiteraard zeer gewillig liggen. En dat betekent een penalty. In de voorbereiding aan die penalty wordt er nog een beetje geworsteld. De nummer 7 wil onze Andrew van Tegel opzij zetten. Nou, zoals u ziet gaat dat niet heel makkelijk. En dan Dennis Groosjohan nog even een dansje. Ik weet niet, wat was dit? Een quickstep? Geen idee. Nummer 9 is er klaar. Wind in de rug. Boom! 0-2 RVVH.
Met bijna een half uur op de klok in die eerste helft. Peter Konings wil de bal wegtrappen, maar met die strakke wind is dat niet heel erg makkelijk. En de bal die valt weer terug op de helft van SO. En de NVVH gaat hier in aanval met die nummer 7. Die draait naar binnen. Draait naar binnen en legt de bal. Oei, goed in de hoek. Maar daar hebben we Peter Konings die gestrekt die bal weet te redden. Vandaag zijn we op bezoek bij Robai en nemen een kijkje in hun showroom. Robai is een echt Rotterdams merk. Wij kijken vooral naar details in een echt voetbalshirt. Een logo wat op een shirt staat, dat moet je echt kunnen voelen. Waardoor echt mensen een gevoel krijgen bij een shirt. Je draagt het met trots op je hart. Naast Robai hebben we ook nog Cruijff, Touzani, PME, Off the Pitch, Meba. En natuurlijk ook nog in oud bijna onbekend Stichting Up. Wil je meer weten? Kijk dan op robaisportswerk.com voor onze catalogus en al onze andere artikelen. Na de thee en een goed gesprek in de kleedkamer heeft SO besloten om in de tweede helft uit een ander vaatje te gaan tappen om de wedstrijd nog naar zich toe te trekken. Hier een overtreding op Mitch Fransen. En met de wind in de rug is dit een hele interessante positie voor SO om een vrije trap te mogen nemen. Bij de bal staan Kevin Angel en Rody Rijsdijk. Wie zal het worden? Kevin, nee, toch Rody. En via de muur van richting veranderd, de aansluitingstreffer. 1-2, Rody Rijsdijk. En we zijn nog maar 7 minuten onderweg in die tweede helft als de volgende situatie zich voordoet. Een speler van RVVA die dribbelt de bal in de 16. Verdedigd door Andrew van Tichelen en iedereen aan de kikkershoek hield zo hard vast van de dag aan de penalty. Maar het was finaal andersom. Zwalbe zegt de scheidsrechter. En met al een gele kaart op zak was dat niet handig. Rood voor RVVA. Een paar minuutjes later aan de andere kant van het veld. Corner voor SO. Met de wind naar de goal toe draait die bal lekker erin. En daar is Danny Kerpel! Danny Kerpel! En het is 2-2. En daarmee was de wedstrijd weer in evenwicht en kon het alle kanten op. Hier Kevin Angel aan de bal en kijk eens even, weer zo'n heerlijke passing van Kevin Angel op Bob Bieson. Bob Bieson gaat hem voorgeven, uitverdedigd, de bal belandt voor de voeten van Andrew van Tichelen. Hij schiet 1 keer, hij schiet 2 keer en 2 keer is wel raak. Andrew van Tichelen, 3-2 voor SO. En dat riekt naar meer. SO in de aanval vanaf die rechterkant met Dennis Grosjean. Die geeft die bal voor. Die belandt van de voeten van Jasper Huisman. En Jaspertje, die bal die had erin gemogen. Via de linkerkant een bal diep op Roy van der Plicht. Die bal die heeft heel veel snelheid door de wind. En Roy die houdt hem nog knap binnen. Krijgt hem goed voor. Helaas door Mitch Fransen gemist. En SO die blijft maar aandringen om nog meer goals te maken. Vanuit de corner hier, Rody Rijsdijk die brengt de bal in. En eenvoudig door de keeper van de RVVH opgepakt. Vanaf de middenlijn een vrije trap van Rody. In 1 keer op de goal. En oh, wat had hij mooi geweest. Bovenkantje lat. Keeper komt eruit. En daar, wat doet die man? Hongkong Fui binnen de 16. Regelrechte aanslag op Mitch Fransen, maar die weet gelukkig de keeper te omzeilen, want dat had anders helemaal verkeerd afgelopen. En wat een kans was dat voor Kevin Angel. Nog steeds 3-2. De keeper blijft geblesseerd achter na deze actie, maar dat had hij volledig aan zichzelf te danken na dit rare inkomen op Mitch Fransen. Een veldspeler zou vervolgens zijn positie in de goal innemen. Er zit in blessuretijd als SO nog 1 keer aanzet om dan toch voor die 4e goal te gaan. Mooie passing van Kevin Angel op Jasper Huisman, dat had hij goed gezien. Jasper kapt de bal naar binnen, schiet op de goal, maar daar staat die veldspeler die bal toch maar even tegen te houden. Niet slecht gekiept voor een veldspeler, zouden we zeggen. De bal die valt er in de voeten van SO, hier Tommy Redijk. Mooie passing op Kevin Angel. Dat wordt een assist, zou je zeggen. Jawel, assist Tommy Redijk. En de 4-2 gemaakt door Kevin Angel. De wedstrijd is in de pocket.
En dan gaan we natuurlijk even kijken bij de tussenstand van de eerste klasse B op zaterdag. SO staat nu op een hele mooie derde plek. Bovenaan nog steeds onverslagen, de volle punten gepakt, Portugal. Volgende week moet SO naar Brielle. En die staat één positie onder ons. Dus dat wordt weer een interessante ontmoeting. Om 2:30 volgende week bij Brielle. Zowel 1 als om 12:00 SO 2. Dus dat kan een hele gezellige boel worden op Sportpark van Brielle. Nu gaan we ons opmaken voor de bekendmaking van de man of the match van deze wedstrijd. SO tegen RVVH. Wie zal het zijn? Man of the Match wordt mogelijk gemaakt door PeetDeFlowerman.nl. Ik sta hier nu naast Rody Rijsdijk, Man of the Match. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jullie stonden eerst 2-0 achter, toch 3-2 winst uiteindelijk. Ja. Wanneer kwam het omslagpunt? Ik denk in de rust. Toen hebben we tegen elkaar gezegd van, we herinneren allemaal nog een wedstrijd vorig jaar, Westlandia thuis, stonden we ook achter. Met 2 doelpunten verschil. Toen hebben we die wedstrijd ook omgedraaid en we zeiden tegen elkaar dat het anders moest. Eerste helft waren we beter, aan de bal wel, maar in omschakelmomenten krijg je er 2 tegen. En dat hebben we gezegd dat we zorgvuldiger met de bal moeten gaan. En scherper moeten zijn voor de goal ook vooral. Goede voorzetten. En uiteindelijk lukt het. Draai die pot om. Het is zeker gelukt. Je bent man of the match geworden. Waarom denk je dat je het bent geworden? Wat vind je zelf? Ik vond mezelf wel redelijk spelen. En de aansluitingstreffer gemaakt. Dus jammer van die bal op de lat. Nou, gefeliciteerd en succes nog dit seizoen. Ja, dankjewel. Dit was SOTV voor deze week. Volgende week spelen we thuis tegen Velo. Tot dan!